Dit is Jeanne. Jeanne heeft een snoepwinkeltje in Capelle op den Bosch. Capelle op den Bosch koos onlangs voor Bucky om meer zachte mobiliteit te stimuleren bij schoolgaande kinderen. Concreet gebeurt dat door kinderen die met de fiets of te voet naar school komen, te scannen en hen te belonen voor hun duurzaam gedrag. Bert neemt deel aan de campagne en kreeg op school een chip. Een RFID-tag die hij moet bevestigen aan zijn boekentas of aan zijn fiets. De chip communiceert met een ontvanger op school. Die ontvanger leest de chip zodra Bert de school binnenkomt. Elke keer Bert naar school fietst of wandelt, verdient hij bucks. Bucks zijn digitale munten waarmee Bert iets leuks kan kopen in het snoephuisje. Geïnteresseerd hoe uw zaak kan deelnemen aan Bucky? Blijf dan zeker verder kijken. Jeanne ontving een brief van de gemeente waarin ze wordt gevraagd om mee te doen aan de Bucky-actie. Door haar e-mailadres door te geven aan de gemeente, ontving ze een uitnodiging met instructies hoe ze kan deelnemen. Door mee te doen, helpt Madame Jeanne de zachte mobiliteit binnen de gemeente te stimuleren en verwerft ze bovendien nieuwe jonge klanten. Win-win dus. Het enige wat Jeanne nodig heeft, is haar smartphone. Jeanne neemt haar smartphone bij de hand en downloadt de Bucky-app voor handelaars van de Play Store of de App Store. Nadat ze de app heeft geïnstalleerd, kan ze een account maken voor het snoephuisje via de app. Ze geeft haar ondernemingsnummer, rekeningnummer, adres en e-mailadres in. Nadat Jeanne haar snoephuisje registreerde in Bucky, ontvangt ze een e-mail en kan ze het wachtwoord instellen van haar account. Het wachtwoord moet minstens uit 8 karakters bestaan. Vanaf dit moment is de Bucky-app voor handelaars klaar voor gebruik. Bert komt langs in het snoepwinkeltje en koopt met zijn verdiende bucks wat snoepjes. Hij rekent af met het betaalkaartje dat hij ontving voor de Bucky-actie. Het betaalkaartje is beschermd met een pincode. Jeanne start de Bucky-app voor handelaars op. Door de barcode op het betaalkaartje te scannen, krijgt Jeanne toegang tot de digitale portefeuille met bucks van Bert. Jeanne tikt het bedrag in bucks in. 1 buck heeft een waarde van 10 cent. Bert voert zijn pincode in om de betaling goed te keuren. Jeanne ziet hoeveel bucks er in haar digitale portefeuille aanwezig zijn en kan alle transacties netjes raadplegen. Maandelijks wordt ze in euro terugbetaald door de gemeente op het rekeningnummer dat ze toevoegde aan haar account. Een win-win dus. Jeanne krijgt alvast meer klanten over de vloer en Bert? Die werd beloond voor zijn duurzaam fietsgedrag. De gemeente haalde haar doelstelling met Bucky, namelijk een veiligere schoolomgeving met minder auto's en een betere luchtkwaliteit.